Na een leegstand van 25 jaar heeft wethouder Bruggink de 18 appartementen boven de HEMA officieel geopend. We zijn heel blij met deze ontwikkeling. Dit is een plek die 25 jaar stil heeft gestaan, waar 25 jaar leegstand was. En dat is jammer, dat is niet goed voor de stad. En dan is het belangrijk dat ontwikkelaars er zijn, zoals de firma Voskamp, die daar brood in zien en die de mogelijkheden zien van het pand. En die ook nog met een beetje subsidie vanuit de gemeente het mogelijk maken om hier op een fantastische plek in de binnenstad te gaan wonen. Nou, het is de Korenmarkt, echt een historische plek voor Almelo. Hier heeft in het verre verleden een hotel gestaan met een hele beroemde naam. Daarna Cuperus, de beddenleverancier die hier ook nog steeds werkzaam is in Almelo. En vervolgens de HEMA, natuurlijk ook heel belangrijk voor Almelo in de economische ontwikkeling. Maar daarna toch het tij gekeerd en is er leegstand gekomen. En dan staat dat pand leeg en dat ziet er dan ook niet goed uit. Voor zo'n belangrijke plek had je Almelo. En nu ziet het er wel weer goed uit. Waar komt het geld vandaan dan? Nou, dit komt uit stadsvernieuwingsprojecten uit het verleden waar nog wat geld over was. Die we dus kunnen bestemmen ook voor verbetering en versterking van die binnenstad. En dit geld hebben we hier zeker ook nog voor kunnen bestemmen. Omdat we belangrijk vinden dat die herbestemming van oude gebouwen ook plaatsvindt. En voor projectontwikkelaars is dat lastig, omdat er dan toch, er zit toch een kostenpost aan vast. Ik hoop dat we dit soort trajecten in de toekomst natuurlijk nog vaker gaan krijgen. Is er nog geld over dan? Nou, we hebben sowieso natuurlijk het binnenstadsproject, het grote binnenstadsproject, waarin ook op verschillende locaties nieuwe plekken gaan komen, waar ook wonen mogelijk gaat worden. Bijvoorbeeld boven het V&D-complex, waar eigenlijk een beetje dezelfde situatie aan de orde is. Aan de andere kant, dan hebben we het over het Waagplein. Dus daar gaan ook appartementen ontstaan. Dus we gaan dit nog vaker doen op verschillende plekken in Almelo. Ik zit bijvoorbeeld te denken aan het gat van Talimini. Nou, dat is ook een mogelijkheid. Wij wachten ook daar nog op een projectontwikkelaar die zegt van hé, daar wil ik wel wat doen. Het is ook daar een fantastische plek. Laat dit een oproep zijn voor ontwikkelaars om nog eens een keer heel serieus naar die plek te kijken. Eerste keer Bonnebroek, strandbal, hoe was het? Ja, het was top. Het weer was niet heel mooi, dacht ik. Maar er waren wel echt veel mensen op afgekomen, dus ik ben echt blij dat zoveel mensen zijn gekomen. Ja. Ja. Hoe gaat het met Brenny Estek? De laatste jaren ga je een beetje omhoog, hè? Ja, dat is wel de bedoeling. Daar werken we natuurlijk naartoe. Ik ben nu sinds 2 jaar wel voor een diepere stijl, even deep house en tech house gaan kiezen. Dus dat is hier in het oosten is dat een beetje moeilijk nog. Ja. Ik merk het nog steeds aan de mensen dat die mensen echt moeten wennen aan de nieuwe muziek, zeg maar. Maar ik ben blij dat het steeds beter wordt hier. Dus ik zag al mensen dansen, dus ik ben echt blij. Ja. Maar is dat dan vasthouden aan je eigen idealen of af en toe toch een beetje commercieel werk zodat het publiek het ook kent? Ik probeer wel binnen mijn eigen genre te blijven. En natuurlijk kan ik wat dieper of wat commerciëler gaan draaien, dat hangt natuurlijk af van het feestje. Bram Wijs, zijn we weer, hè? Daar zijn we weer in Bonnebroek. Mooie doopje. Geweldig festival weer en genieten. Het publiek ging lekker mee met jou, of niet? Ja, absoluut. Ging lekker mee. Zonnetje brak door en alleen maar genieten. Mensen die kwamen steeds een stukje naar voren en dat was wel heel belangrijk. En de sfeer zit er nu lekker in. 2015 tot op heden een succesvol jaar, hè? Ja, absoluut. Ik heb op vele festivals al mogen draaien in de buurt. Boulevard, Festival, Dance House Zwolle. En het is alleen maar genieten en ik doe iets wat ik mooi vind. En dat is heel veel waardering wat ik altijd krijg. En die waardering vind ik heel erg gaaf om te krijgen natuurlijk. En dat vind ik heel erg mooi. Je hebt je eigen privéjet nog niet besteld? Is ook nog niet nodig voorlopig. Ik hoop dat het ooit nog een keer gaat gebeuren. Maar ik blijf met 2 voeten op de grond staan en ik zie wel wat schipstrand. Wat is daarvoor nodig? Een keer geboekt worden bij een groot boekingskantoor? Dat is wel een goed voorbeeld, maar voornamelijk is het heel belangrijk dat je een eigen plaat gaat maken en waardoor je door kan breken. Ik ben er nu mee bezig en ik hoop dat ik de sound kan vinden die heel origineel is, want dat is heel belangrijk. Dat heel veel muziek op elkaar lijkt tegenwoordig en ik hoop dat het ooit nog een keer gaat gebeuren.
Je moet gewoon een sample pakken van een oude plaat. Kijk naar de Bingo Players, ja. Kijk naar Joe Stone. Precies, daar ben ik het helemaal mee eens. Heel veel mensen zeggen het ook eens tegen mij. En nou, wellicht dat ik dat eens een keer ga doen. Maar nog geen ideeën? Nog niet. Ja, ideeën liggen wel een beetje op tafel. En, maar het is kwalitatief nog niet echt goed genoeg om echt te kunnen draaien. Dus daar moet nog heel veel aan gewerkt worden en daar moet ik nog beter in ontwikkelen. Agenda nog vol voor de rest van het jaar? Eerst nog even op vakantie en daarom moet ik draaien op Plons in Frieseveen. Nog een paar andere kleine festivalletjes in de buurt. En, nou ja, en dan is het weer tijd voor de winter en dan moeten de indoor feestjes weer gaan komen. Nou, het vakantie, nou ben je er fulltime mee bezig. En zometeen ook nog weer terug naar school? Of? Ja, wel weer naar school. Helaas, moet nog. En doe ik ook nog steeds met plezier. En ik hoop dat ik er ooit echt mijn werk van kan maken. Maar echt veel time mee bezig gaat. Maar we zullen kijken waar het schip strandt. Dankjewel, UVS. Hè. Dankjewel, jullie ook. Welkom bij de opening van de Fuchsia tentoonstelling op Museum Boerderij de Wijnderzoelen. De graaflijke familie, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het zo verrassend en zo fijn dat jullie er zijn. Fuchsia is een plant die u heel gemakkelijk in de tuin kunt zetten. Of op bed met 20 tegelijk kunt zetten, in een bloempot kunt aanplanten. Het is geen plant om in zijn eentje ergens op te hangen. Maar ik dacht, als ik kijk naar de ruimte rond het kasteel, daar kun je beter wat in de grond planten en dan gewoon 3 weken op vakantie gaan en staat het er nog mooi. Dus wij zochten dus een plant die aan die eisen voldeed. Nou, en dat is dus de plant geworden die hier staat. En die planten die gaat nu komen, onze... Kijk eens, we hebben een hele oude kleine poppenkinderwagen gevonden. Dit is dus de kweker, Gert-Jan van Brink. En ik wilde u vragen om deze plant te dopen. Wel de plant. Kijk, dat is een horloge. Kijk, het is. Ja. Het is voldoende. Mooi. Veel succes ermee. Hartelijk dank. Ja. Graag gedaan. Echt een leuk van. En dan mag ik u verzoeken om een oog. Ja. Heel fijntjes. Ja, ik ben bijna sprakeloos, moet ik zeggen, door de opkomst en het enthousiasme van iedereen. En ik heb de afgelopen maanden, want het is al een tijd geleden dat ze vroegen of ik bereid zou zijn om deze prachtige fuchsia mijn naam te geven, heb ik het liedje van Herman Vinkers gehoord. En dat kent u natuurlijk allemaal. En dat liedje hebben we, ik denk dat het 6-7 jaar oud is, hebben we thuis gehoord toen vader er nog was. En toen hij dat hoorde, zat hij ook te glunderen op de bank. Want Striep is alweer 20 jaar geleden en we hadden dus, hebben nog steeds, de aquarel van de graaf Christiaan thuis hangen. Het zijn weinig mensen die het gegund is om een fuchsia, ik noem ze altijd fuchsia, maar vernoemd te krijgen. Ik vind het een symbolisch, waanzinnig teken. Het voelt toch als een soort vereeuwiging. En ik zal er heel goed voor zorgen. Hij krijgt het makkelijk, een huis zonder trammeland, et cetera. Dus ik hoop dat er nog kleintjes komen, of dat ik nog dat ik kan stekken en dat soort dingen. Maar dank u wel. Wat ze nu bezig bent met werk, dat was staat brons geweest. He. Ja. Dat komt nu gewoon een woning, als ik zo bekijk. Dat likte wel heel erg op. Ja. Maar hier had je eerst nog bakker Exman. Vroeger. Ja. En daarnaast zat slageres Hoes. Oh. En slageres Hoes had 2 dochters. En ik geloof dat de oudste was, dat was Joke. En Joke die is nu, die woont in Wierden. En die was trouwens met Wanskes. Maar dat was Dika van de Wierdense Revue. Ach nee. Ja. Oh, wat ja. Hoor.
Daar gaat hij op de celebrity. Komt hij nu de Almelo? Ik dacht naar de echte Nielsen. Nee, dat was ik wel. Dus waar dat nu de Almelo komt. En dat hij hier woont, dat wist ik niet. Ja, die komt hier vanaf. Wie heeft door altijd dan een stormerie inzet? Tenminste, zo oud als ik ben, weet ik niet aan of hij een stormerie inzet. Wilfried, dan ben je nog niet oud genoeg. Nee, dat ben ik denk ik ook niet. Want toen ik hier in Nistrot kwam wonen, dat was in 32, toen zaten we in een groentewinkel in. En dat verdere pand, dat was bewoond door de familie De Leven. Die hadden daar wat schroeven open doen. Oh. En dan, waar nu die lange gedeelten hangt, dat was de bakkerie. Dat weet ik ook nog. We hebben heel vaak gebakjes gehaald. Heel lekker gebak aan die. Kampkuipen. Jan de Bakker woonde vroeger, had zijn bakkerie vroeger, in de Tuinstraat. En daar ben ik geboren. Oh. En daar heb ik als kind van 4 jaar aan krenten moeten zoeken. Oh. Later kwam hier. Ja, daar ik dacht ik aan krentenbrood aan, was het gewoon brood. Ja, kinderarbeid. Ja. Ja, kinderarbeid. En toen ze hier woonde, toen hij wel eens helpt met afladen van takkenbossen. Want hij stak een genoom aan de takkenbossen. Ja, dat deed ze niet daar. Ja. En dan had hij een heel klein huisje. Dat was van leider van de Schuppen. En dan hij, waar ik nu aan het bouwen ben, dat was Klein Nuland. Een lampenzaak. En daarnaast wonen we. Oh ja. Dat is nu gewoon een burgerwoonhuis. Toch hè? En al die naam bij zo'n neemt. Hetzelfde als op Struutersveld. Ja. Daar hebben ze ook allemaal van dat soort naam. Ja. Allemaal van. Ja, dat deden ze vroeger kennelijk. Ja. Nou, wie gaat hem naar de ook aan? Kijk, dan is het hoes knap verbouwd. Dat was niet zoals toen we erin woonden. Nee, van onderkant is het allemaal veranderd. Maar van boom is het nog precies zoals het vroeger was. Dat linkerraam, door heb ik achter versloopt altijd. Oh, ja. En beneden was het natuurlijk gewoon een winkelpand. Oh, ja. En daarnaast, door zat Klein Nuland met een lampenzaak. En een reparatieinrichting voor landbouwwerktuigen achter. En dan hij door, waar nu de houthal is, door zat Abink. Met de Izenzaak. En dan hij hier, waar nu Leo de Rijter zit, daar zat vroeger Willem Geslettenaar en kwam uit de Vierhoekstraat, op de hoek van de Vierhoekstraat en de Zuiderstraat, Bukken Willem. Maar daarvoor zat de firma Wessels met groente en fruit. Ja. Oh, dat is nog een groot bedrijf, Wessels, dat is later een heel groot bedrijf. Ja. Maar de Neus, dat is nog een mooi pandje, dat is nog in de oude staat, maar King. Ja. Het is jammer van een grote dakkapel wat erop zit, maar het is een prachtig. Ja, het is een heel leuk ding. Ja. En dat waren de gewone woonhuizen. Dat waren nog. Uit Pievrouw vindt nog een pakhuizen van Leo de Rijter. Ja, ja. De huizen die hadden vroeger een tuintje. Ja, dat weet en de straat was veel smaller. En hier op een hoek, door we zelfs de toestand in de wereld besproken. Met name in Noorlog. Oh ja. En dan wist er een en hij wist precies hoe ver de Russen waren en hoe ver de Amerikanen waren en weet ik wat al nog meer. Allemaal op een gegeven zender. Allemaal op ja, radio maar normaal in nieuws kon je dat niet horen. Nee, natuurlijk niet. Nee. Hier zat Smit. Smit heeft door een werkplaats achtergehad met modelmaken. Hier een koers. En hier zat Smit. Door een drosten. Ja, verkoers. Ja. Oh ja, ja. Hier woonde Gierveld, door woonde Van de Bos en het eerste hoes door de woonde Van de Kolk. Ja. Ja. Maar meneer Smit dat was modelmaker. Ja, maar dat is de Laterkum. Ja, dat is de Laterkum. En hier woonde Oudebrul, die had een heel schort kinder. En... Oudebrul, jongen, een almloze naam. Ja. En dit is dat weet ik allemaal niet meer. Alleen op een hoek zag hij boek om, dat was een sigarenwinkel. Ja, toen mocht je nog roken. Ja. Dat mag tegenwoordig ook aan hoorst niet meer. Nee, nou ja, maar toen was het nog niet bekend dat het slecht was. Hè? Nee, nu weten ze dat het slecht is. Nou, en dan ga je aan de overkant. Oh, dat is... Waar nu de cirkel zit, daar woont Bernard van Toorn. Zeewald. Bernard van Toorn, Bernard Toorn. Oh, Bernard van Toorn. ja, hoe dat van de tussen is gekomen, dat weet ik ook niet. Maar dat was de kruidenierswinkel, dat was van de combinatie. Ook alweer een kruidenierswinkel? Jojo, daar houden er hier heel wat van. Maar de kruidenierswinkel? En waar nu die fruitzaak zit, dat was Jan Reuvenkamp, de slager. Reuvenkamp is bekend als slager, ja. Ja, maar zijn broer, beter gezegd zijn neef, zijn broer is aan dubbel Nolweg. Dubbel Nolweg, ja, maar ook Reuvenkamp. En daar zit Henk nog. Ja, nog steeds Reuvenkamp, ja. En dat is de zoon van Jan. Hier had hij had in de zaak zo'n... mooie hoorns hangt van dat langhoornvee. Ja.
En toen heb ik van Slager Klappen naar binnen kring dat van een zeunjurige koe was. Ach. Ja. Dat kon je zien aan de joringen die er die zit op die hurns. Ja. Ja, maar er zit van die ribbels op. Ja, ja, maar wacht eens even, hè. Hier, dan moet je eens dit. Dit is een boom. Ja. Stunden daar toen ook al. Nee, leilinde, dat is een leilinde. Ja. Maar dan is het, wie heeft een pot? Is niet van de gemeente? Nee, dat heb je Leuntuin. En is hier in Tuinbliemstal. Ja. Ik denk dat het heel oud is. Ik denk dat het de tijd van voor de oorlog is. Ja, dan moet dat wel. Ja. En als je nu omdraait, maar nu die auto stort, dat waren plantsoentjes. En er stonden hele grote barkenbeumen in. Dat kan je me niet meer voorstellen, hè? Nee. Ja, Halide schreef erover in zijn dagboek. Dat er plantsoentjes waren. Ja. Dat heb ik gelezen. Van die gazonnetjes met betonnen pijlkens eromheen. Met die kennen we nog wel. Oud school kwam, dan loop je over die hekjes. En als je groter was, dan kon je van het een op een ander springen. Juist. Hierachter heet de Graanstraat. En waar dat hoest niet, dus de vroeger de kleuterschool. Dat was de ooievaarschool. Er zat een toontje op met een boom op de ooievaar. En daarom heette dat hier in de buurt de ooievaarschool. Ik vind dat een hele mooie school. Heel was mooi gebouw, vond ik dat. Was het ook. Ja. En hier verder de woonlui. Kijk, daar houden we de molenaar. Daar houden we de molenaar. Dat is Henny Rutgers. Oh ja. Hij ook in de Kraanstal. Ja. Maar hier verder de woonlui, die hadden nog aan het schot kinderen. En er kwam er een, zo'n turf, en kon net bij ons over de tuinbaan kijken. En dan kwam op een gegeven moment, ik kom even betalen wat mijn moe hier aan de lat heeft staan. Dat is mooi, hè? Ja, dat is toch prachtig. Ja, dat is prachtig. Ja. Wij hadden een manufacturenzaak. Wij verkochten vooral schorten. Die naaide mijn moeder. Daarom heette de winkel ook het Schortenhuis. Oh, zo ja. Nou, dan ga je hier de jager, dat was een kapper. En op Noek zat Slager Wouwenberg. Ja. Maar hier heeft toch ook de Explorer gezet? Ja, die heeft er ook gezet, maar dat was, dat was een van de jongens van de jager, van de kapper. Ja, kijk. En door op Noek had Jan Wild. En die zaak die heet nog altijd Jan Wild, is nog altijd de fietsenzaak. Ja. Maar het noemt door, hè? Ja. Dat, door hij... dat witte geval. Shelly. Oh ja, nou, dat is ook van Shelly, ja. Maar door zat vroeger de ijzerzaak van Overgoor. En dat was Gert-Jan van San. En als we speakers nodig gaan in hoes, dan gooien we naar Gert-Jan van San. En dit hoes hier. Maar wacht eens even, aan die kade. Door zat er ook later den Kolboer. Oh, nee, Henkie Pools. Ja, Sivane zat er. Sivane? Ja, maar Henkie zelf ook. Henk later ook, maar. Ja. Henk en Annie, dat waren de kinderen. Die ben iets gezonder dan ik. Dat was de kolenhandel van Pauwels. Ik ken hem niet. Niet op de een of de ander, hè, maar hij was zien dat bord, hoor. Het is altijd wat. Ja. Naar van het hoes. Zullen we hier vinden, hoor. Dat is mooi, hè? Ergens dan komen we hier bij de firma Wild. Ja. Maar Jan Wild, die heb ik nog wel goed gekend. Maar hij had helemaal geen kinderen. Nee. En dan heeft de zaak overgedaan aan een knecht, aan Eef. Ja. Hoe heet een Eef nog van achter? Zielman. Kijk, en dat ben ik helemaal kwijt, want god, het was vroeger Eef, Veur en Eef. Nou, ja, Zielman. Goedemorgen. Goedemorgen. En tot hoe lang heeft Eef de zaken gehad? Tot 1970. 1970. En toen heeft hij niet lang meer geleefd? Nee. 71 ongeveer. Ja, en toen hebt u de zaak overgenomen. Een beetje hoor. Ja. Dat is alweer een heel zet, dat is alweer zo wat 30 jaar. Dat is alweer 30 jaar. Ja. En jullie hebben al die de naam Jan Wild aannomen. Ja. En hoe kwam dat nou? Ja. Kijk, dan ben ik hier meer dan, misschien 35 jaar knecht. Zo lang. En Jan Wild hem nog kennen. Ja, zeker. Ja. Daar ben ik gekomen. Ja. Ik ben hier gekomen bij Jan Wild. Als knecht. Ja. En toen was Eef. Zeg maar ook knecht. Ja. Zeg. Ja. En daarna
heb ik het van even over. Ja. Maar dat is inmiddels ook 30 jaar. Ja. Hoe lang besteedde je die zaak al? Bijna 90 jaar. 90 jaar? Ja. Is je zwart een decennium? Voor 90 jaar was het allemaal net een fiets op zo'n. Ja. 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 Je vroeg een ook aan de benzinepomp. Ja. Van de Shell. Met ook een, dat weet ik. Ja. Moest ik nog met de haan de glazen vol? Ja, en even hier aan de vuurkant. Van de vuurkant aan het minste. Ja, ik weet het. Even aan de vuurkant. Ja, want als wie van school kwam, dan werden er wel eens getankt. Ja, dat was altijd heel interessant. Ja. Dan, later, toen is dat verhaal, toen bent er hier twee op Silicon. Ja. Ja. Ja, dat klopt wel. Maar heel ik mooi. Zie waar, je hebt hier een enorme alle dinges dus. Is dat ook aan 90 jaar oud? Dat is straks op 90 jaar. Dat kun je wel zien aan de hoogte, Tony, want werkbank wordt niet meer zo laag gemaakt. Ja, dat was een klein ja. Werkbank wordt nu 90 centimeter tot meter hoog gemaakt. En dit is mooi. 74. Dus dit was nog 74 nog niet. Hij was nog kleiner dan ik dus. Hij was net zo groot als zeg maar Henkie Pools, die er aan de hoogkant zat. In die buurt. Ja, hij was ook een klein mannetje. Ja, ja. En de peren die stonden aan de overkant. Maar die stonden door? Die stonden door. De vloerbak. In dat ding? In de vloerbak zit er nog in. Ach nee. Ja, nee. Maar ik heb wel eens gedacht dat de slachterie van Woonberg was. Nee. Maar dat hoorde u niet, dat ding niet? Ja. Met die punten erop wel. Ja. De garage niet. Nee, de garage niet. Ja. En zo is het allemaal ontstaan. Dus en wie wordt nu straks uw opvolger? Mijn zoon. Oh, dat is dan voor het eerst dat er eens een keer een zonne in de zaak komt. Ja. Het is altijd... Op Dennegoor. Ja, het is altijd een knecht, de West en Dood. De knecht hebt taal doen. Ja. Ik vind dat toch ontzettend. En toen vroeg je me toen straks, ja, hoe kom je nu? Je hebt na de naam, maar waarom laat je een wild erop staan? Kijk, ik ben daar begonnen. Zij was dan een aangenomen kind. Dat was het in principe niet. Als die vrouw was, vroeg van Borring. En nee, vroeger dacht ik, ben Borring. Ook in de Kosterweg, was hij nu een mok, waar Eef Borring. Oh, ja. Zo noemde ze mok. Ja. Maar ik vind het ontiegelijk sociaal dat mogelijk is. Hè? Dat dat overdoet aan de. Oh ja. Ja, aan het personeel. Maar dat kwam dan ook. Kijk, toen was die tijd natuurlijk allemaal iets anders. Maar ach, dan was je samen nog eens iemand aan het werk. Ja, en dan zei je, Jan wil die vrouw. Je kunt hem maar eten. Maar dat heeft wat gelijk aan. Door kreeg je, dat je dacht, kijk, als ik. Toen in de tijd als ik kwam. Dan word je kind aan huis. Dan word je kind aan huis. Ja. En dat je dan, zeg maar, al zo lang loopt, ook met die nu, want ik denk dat het Joris zoon was, dat ik met Jan wilde werk hebben. Nou, en dan kwam de B, dan ben je eigenlijk Jan van Jan Wild. Ja. Ik van Jan Wild. En dan ben je zo loopt. Gelukkig dat ik Jan heet. Ja. En zo loopt. Ja, hier even dit gesprek konden hebben. Heel erg bedankt. Mocht je het niet genoeg hebben, kom dan kom je weer. Ja. Heel fijn. Ik wou pakken de film nog maar zien. Ja, maar dan moet je wel in het verpleeghoes zitten. Of in het bejaardenhoes. Nee.